Spannend en ook leuk. Zo'n bezoek met je klasgenootjes aan een echt museum. De kleuters van basisschool Dommelrode waren op dinsdag 24 mei in het kader van een project voor alle Roosje kleuters als eerste aan de beurt. Waarom een dergelijk project? Zo vroegen wij van TV Meijerij. Dit is een project van Erfgoed Brabant, een compleet nieuw project? Nee, het project bestaat al 3 jaar. We hebben 3 jaar geleden samen met het Noord-Brabants Museum ontwikkeld voor de school in Den Bosch. En inmiddels is dit om en nabij de 10e gemeente die het project uitvoert, dus het 10e museum ook. En, voorbeelden zijn het Weverijmuseum in Geldrop of het Eda Museum in Helmond enzovoort enzovoort. Die initiatieven liggen bij jullie en dan hebben we een groep kleuters. Hoezo dat? Wij kijken altijd ook waarin het onderwijs behoefte aan is. En we hoorden ook heel vaak van kleuterdocenten van waarom is er nou niet zoiets voor kleuters? En de vraag kwam steeds bij ons terug. En toen hebben we besloten om zo'n project te gaan ontwikkelen. Samen met het onderwijs hebben we dat ook gedaan. En zoals ik al zei, met het Noord-Brabants Museum. En het is ook helemaal precies op maat gemaakt op de manier dat de kleuteronderwijs les geeft. Dus het past helemaal in het curriculum. En, dus dat is, gelukkig. Wat deden ze daarmee? Ophalen met plantjes? Nee. Wat dan? Wat deden ze daarmee? Dan moet je zo aan je voeten doen. En dan... Jullie hebben hier ter plaatse dit project verder inhoud gegeven. Ja, het is helemaal aangepast aan dit museum. Dus de kinderen gaan nu allerlei activiteiten doen. Ze hebben een circuitje van 6 opdrachtjes. En die hebben met kant te maken, die hebben met afdrukjes te maken, die hebben met klompjes te maken. Dus het heeft met museum, maar ook met erfgoed en Sint-Oederode in zijn algemeniteit te maken. Hè. We hebben hier het hofje met alle kruiden, daar doen ze ook iets mee. Dus we hebben geprobeerd om van alle mooie dingen die je hier kunt vinden een opdracht te bedenken voor de kleuters, die dan ook voor de kleuters uitgevoerd kan worden. De kinderen hebben te horen gekregen dat er een koffer is gevonden door de leerkracht. En vervolgens zijn ze heel voorzichtig in die koffer gaan kijken wat erin zat. En al gaandeweg komt men er dan achter, die is van een museummedewerker. En veel kleuters zijn nog nooit in een museum geweest. Nou, dus aan de hand van een aantal spelletjes en een aantal voorbeelden uit de koffer leren ze dan dat je voorzichtig moet zijn in een museum, dat je niet meer hard mag rennen. Wat een museummedewerker doet, wat een museum überhaupt is. En dat ze eigenlijk ook door hier te komen een leuke activiteit te hebben, een hele leuke herinnering hebben aan het museum en op die manier dus ook makkelijker in hun verdere leven naar musea zullen gaan. En niet van, saai museum. Dus dat is eigenlijk de achtergrond erachter. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat kinderen over het museum, maar zeker ook over het erfgoed, wat in hun directe omgeving er is, dat ze daarvan op de hoogte zijn, dat leren waarderen. Want als je in jouw woonplaats weet waar dingen vandaan komen, waarom iets ontstaan is, wat de achtergrond ervan is, dan zul je het ook beschermen. Maar je voelt je er ook een stukje veiliger door, want je weet hoe iets ontstaan is. Je begrijpt iets van je eigen cultuur en in die zin zul je wellicht ook iets gaan begrijpen van andere culturen. En dat lijkt me ook erg belangrijk op dit moment. Dankjewel. Graag gedaan.